Mijn naam is Carol Maria Eugène Philomena Verstraeten. Bij het uitbreken van een oorlog was ik 9 jaar, 1 maand en 2 dagen. Wel, ik ben Ernest van Ot. Wel, ik ben Jozef Dieriks. Ik woon in Mortsel. Ik ben Wilfried Dobleers. Ik ben Martha Dobleers. In de oorlogstijd was ik 6 jaar en een half. Eigenlijk de oorlogstijd die ik me het beste kan herinneren. Ik ben Thea Bosmans. Ik ben geboren in Merksem. Ik ben Marie-José Klaas. Ik ben Jozef Janssens. Vermis dat ik van 33 ben, was ik in 40 6 jaar. De oorlog is begonnen als ik 5 jaar was. Als 6-jarig kind, om u dat in werkelijkheid te brengen. Men beseft niet wat er gebeurt. Als mijn vader kwam aankondigen dat het oorlog was, de 10e mei was dat, hè. Mijn vader zegt, je moet niet naar school, want de oorlog is begonnen. Joepie, riep ik. Dus als kind besefte niet wat er gaat gebeuren. Hè. En wij konden vanuit ons eerste verdiep de Duitsers zien. Op zware motoren, helemaal in het grijs gekleed. Eerste dag van een oorlog, dus ik wandelde in de tuin. Ik zag dus boer De Weert. En ik zie hem nog altijd komen aanlopen. Het is oorlog, het is oorlog, het is oorlog. Natuurlijk, ik wist niet wat oorlog was, maar ik dacht wel, ik meende wel te begrijpen dat dit vreselijk was. In 1940, hè, kwamen ze ineens bij ons in de straat, en denk je overal in Antwerpen, ineens Franstalige militairen. De Belgen sloegen op de vlucht, eens dat het dan begonnen was, de 10e mei. Hè, de Duitsers dan begonnen, onder andere met bombardementen hier op Schijnpoort en op die sporenemplacement. Op een gegeven ogenblik werd ik wakker. Mijn ouders stonden aan de venster te zien met de slaapkamer naar buiten. En de straten waren overal vol met mensen. En we hoorden links en rechts hoorden we van die mensen die riepen, er zijn bommen gevallen op het vliegplein. En op de Diksmuiderlaan zijn er 5 doden gevallen. Het was mooi weer en we gingen samen met het gezin een wandeling doen naar het Rivierenhof. En als we daar aan het wandelen waren, begonnen we ineens lawaai te horen. En dan waren er vliegtuigen die dus scrapnellen, ik weet ook niet juist wat dat juist is, maar dat zijn dus echt, die kunnen pijn doen en zo, die vlogen overal rond daar. Dus we hebben dan echt toen naar huis gevlucht. Dat is zo mijn eerste herinnering van dat je meemaakt. Maar hier en daar is iets blijven hangen. Dus iets heel speciaal dat je nooit kunt vergeten, dat soms een drama wordt, waar dat je dus een soort trauma, zeker die eerste jaren na de oorlog, heb heel vaak gedroomd over zaken die verschrikkelijk zeer hadden gedaan, die me getroffen hadden.